Ik ben Annemieke de Jager en ik ben 21 jaar. Ik kom uit Bier en ik sta op de Boerinnenkalender 2015. En daar is de hele familie de Jager maar wat trots op. Heel trots. Ja, dat overkomt het niet zo vaak, hè? We hadden het wel gehoopt, maar dit hadden we nooit verwacht. Nee. Tussen al die meiden, volgens mij waren er iets van 150 of zo. En dan wordt ze uitverkozen tot een van de 15. Dat is heel bijzonder. Hè? En ook nog als enige Groningse. Ah, yeah. De 21-jarige studente wil met de Boerinnenkalender duidelijk maken dat boerendochters ook best sexy kunnen zijn. Omdat boerinnen, boerendochters of gewoon boerinnen meestal een beetje lomp zijn. Of het imago hebben van lompe boerinnen. En dat willen we juist een beetje eruit hebben. Dus vandaar deze kalender en daarom hebben we hem ook opgegeven. Want ik denk, ja, boerinnen kunnen ook gewoon stoer zijn en sexy. Dus vandaar. Gaat niet zo snel. De Boerinnenkalender wordt dit jaar voor de vierde keer uitgegeven. Annemieke vindt het helemaal niet erg dat haar sexy afbeelding straks overal hangt. Het is wel een heel apart idee, moet ik zeggen. Maar maakt me helemaal niks uit. Ook al is het op de wc of weer ergens anders. De kalender wordt op vrijdag 24 oktober feestelijk gelanceerd. Sharon Dijksma, staatssecretaris van onder andere Landbouw, neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Annemieke vindt dat ze er sexy, pikant, maar zeker niet ordinair op staat. Nee, en dat is precies goed, vind ik. Dus ja, zo hoort hij ook te zijn, vind ik. Dus niet te, dus nee.